Zo. Ben je blauw op straat. Zo, hoeveel zijn dat er dan? Ja. Een schietpartij hadden we aangekund op deze manier. Ben heeft om 8 uur vanochtend 10 van deze tabletten genomen. Met het doel om te slapen en niet meer wakker te worden. Jeff, wat moet doen, jij? Ja. We gaan natuurlijk echt naar een traumatische reanimatie steekpartij. Hou even afstand, want het is niet zo'n prettig gezicht. De 27 gezat, al reanimerend naar het EMC. Dit is Ambu 146. Iedere week rijden we mee met Jeffrey en Tom van de ambulance Rotterdam-Rijnmond. Jack. We hebben een rit, dia A1. Ze weten nog niet wat er aan de hoek is vlakbij. Maar wel meteen A1, dus dat is wel bijzonder. Dat is interessant. Het blijft lang stil. Ze zijn natuurlijk nog aan het uitvragen. Dame 60 jaar, verminderd aanspreekbaar, reageert traag. Misschien neurologisch iets. Nou, dan weten we wel wat. Voor hetzelfde geld staan wij ergens ineens in een schietpartij. Ja, nee, daarom. Het zal niet de eerste keer zijn. We hebben geen adres trouwens. Nee, het is op straat. Het is een kruis. Oh, het is op straat. Oh, dat is wel raar. Zo. Ben je blauw op straat? Zo, hoeveel zijn dat er dan? Ja, jeetje. Ik denk wel dat het veilig is. Er zijn er wel heel veel. Een schietpartij hadden we al aangekund op deze manier. Oh, wacht. Of is het... Allemaal mensen in opleiding, zo te zien. Hallo. Het is wel redelijk aanspreekbaar. Wel wat wazig en wat langzamer, zeg maar. Maar ja, of dat nou komt door de val of dat die mevrouw zo is, dat weet ik niet. Geen zichtbare gewonden. Nee. Ik weet niet hoe het binnen is. Nee, precies. Nou, we nemen naar elkaar hier naartoe. Even kijken of ze mee kunnen. Dan gelijk kijken we dat even. Hallo, hi. Allemaal. Hi. Hallo. Hi. Goeiedag. Hallo. Dag mevrouw, ik ben Tom. Ja, vertel. Wat is er gebeurd? Ik ben gevallen. Veel pijn. Oh. Ja. Zullen we even naar de auto, naar de ambulance lopen? Dan kunnen we even nakijken. Deze mevrouw, midden op straat ineens. En uiteindelijk kon ze, geloof ik, jullie hebben haar onderzocht in de ambulance en toen kon ze toch wel weer door. Volgens mij was ze ook heel erg geschrokken. Dus, en dan zie je altijd vaak dat er omstanders op afstappen. In dit geval waren er voor mij wat politiestudenten waren daar in de weer met GGD wat ze aan het doen waren. En dan merk je ook dat ze vaak in een bepaalde schrik, dat er ook wel snel een verkeerde beoordeling wordt gemaakt in hoe haar toestand is, zeg maar. En je merkte dat toen ze helemaal in de ambulance lag en het is allemaal een beetje... Ook voor ons alles is het... landde dat, het wel, dat ze wel weer bij de pinken was. Kijk, we gaan wel kijken, waarom is ze gevallen? Ja. Is ze onwel geworden? Had ze last van de hart of wat dan ook? Of, maar zij was volgens mij inderdaad, ze liep al met een rollator of was dat niet zo? Nee, voor mij liep ze niet met een rollator. Heb je dat ervan gemaakt? Nee? Ja. Nee, ik dacht zoiets te zien. Maar goed, in ieder geval, we kijken dan iemand na. En ja, soms wordt er te snel misschien een ambulance gestuurd. Maar aan de andere kant begrijp ik het ook wel. Jeetje, dit is niet normaal dit. Ik zeg een beetje WD-40. Ik ga nou een stukje beter. Gelukkig ben ik weer een neefik in orde, jongens. Ja. Ja. We hebben geen WD-40, maar kunnen we hier nog wat mee? Of, misschien piept hij dan niet zo. Wat ben je aan het doen, Jeff? Een soort veredelde WD-40. Ja, zeker. Nou, baat het niet, dan schaadt het niet. Hoor maar. Hey, zo, je bent goed. Hey, pas wel. Ja hoor. Geen piep. Geen piep. Meld Carbo Ambulance Zorgen, dit is de adres van het noodgeval. Ja, hoor, die ziek staan. Zeg mij precies wat er gebeurd is. Oké, en wat ging eraan vooraf dat meneer bleek werd? Hij ademt wel. Ik heb de ambu nu gealarmeerd, maar ik heb hem niet verteld wat er is. Ademt hij helemaal normaal? 109. Ja, jullie zijn er natuurlijk zo te plaatsen. Het is vlak bij jullie om de hoek. Het is een persoon die niet aanspreekbaar is, zou wel ademhalen. We zijn de intake nog aan het doen. Ademt hij niet normaal? Ontvangen. Ja, en is meneer nog steeds bewusteloos? Oké, mevrouw, stuur de ambulance om u te helpen.
Het is belangrijk dat we de ademhaling gaan controleren om er zeker van te zijn dat deze goed is. Mag u bij meneer gaan zitten en elke keer nu zeggen wanneer zijn borstkas omhoog gaat. Kijk eens naar zijn borstkas en zeggen ze elke keer nu wanneer die omhoog komt. Ja, volgende. Ja, volgende. Oké, je ziet zijn borstkas niet meer omhoog gaan. Mevrouw, ziet u zijn borstkas nog omhoog gaan? Oké, zeggen ze elke keer nu wanneer die omhoog gaat? 109. Ja, ik zie jullie te plaatsen zijn. Het is onduidelijk of ze patiënt nog ademt. De intake verloopt ontzettend moeilijk. Dus ga even C-trapje als je binnen bent. U ziet hem niet meer omhoog gaan? Nee. Oké, leg meneer maar plat op zijn rug, op de grond. Reanimatie? Ja, plat op de rug, op de grond, rea. Ja, maak je er rea van? 109 betreft de reanimatie, ik ga een tweede auto meesturen. Trek hem maar uit zijn voeten op de grond. Hij moet plat op de grond gaan liggen. En mevrouw, is er een AED beschikbaar? Nee, oké, duidelijk. Ligt meneer al plat op de grond? Ambulance 120, hier gaat zijn tweede auto naar een daadwerkelijke reanimatie aan de straat. Ik ga een koppeling maken, brandweer en politie rijden ook. Succes. Mevrouw, luister goed, dan ga ik zeggen hoe u een hartmassage moet geven. Plaats de muis van uw hand op het borstbeen, precies tussen de tepels en de andere hand bovenop deze hand. En druk de borstkas tenminste 2 keer per seconde stevig en snel 5 centimeter in. Ja, mevrouw, maar u moet gaan reanimeren. Hij ademt niet, zegt u. 120, hier staat de koppel met ambulance 109 en die is al ter plaatse. Mevrouw, u moet nu gaan reanimeren. Ja, meldkamer meegeluisterd. Oké, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bent u nu aan het reanimeren, mevrouw? Tel maar hardop. Goed zo, mevrouw. Blijf doorgaan. U doet het heel goed. Zijn de hulpverleners bij u? Oké, duidelijk. Gaan zij het overnemen, hoor. Heel veel sterkte, mevrouw. En dag, hoor. Politie te plaatsen. Reanimatie is gestart. Dat is geregeld. Ik ben 112-centralist in de meldkamer balanszorg. En ik neem alle 112's die binnenkomen neem ik aan. En zorg ik dat de locatie en de situatie duidelijk is. En zet ik ze door naar de uitgifte. Dan komen wij in beeld, ja. En wij doen eigenlijk het proces van alle ambulances aansturen. Zorgen voor postdekking, zorgen voor opschaling. Dus wij zijn eigenlijk facilitaire. Wij organiseren dat alle auto's op de goede plaats rijden. En hoezo is dat eigenlijk gescheiden, de intake en de uitgifte? Ja, de intake is een proces op zich. En wij starten met het adres, telefoonnummer. En dan gaat hij al door naar de uitgifte. Gaat hij ondertussen ambu sturen en vraag ik verder door over de situatie voor de ambu. Want jij hebt dus eigenlijk, Linda, het contact met de melder, de patiënt. Ja, met de melder. En Arie heeft het contact met de hulpdiensten, met de ambulance. Met de ambulance en met de traumahelikopter, met de overige multipartners, politie, douane, marechaussee, noem maar op in Rijnmond wat je kan gebruiken, havendienst. Dus ik zorg dat alles op de juiste plek komt, doe de opschaling en zij doen echt de intake. Dus ik heb niet het contact met de patiënt of ik moet even terugbellen omdat er niet open wordt gedaan. Dat doe ik wel, maar ik doe de uitgifte verder. Oh, we hebben een rit. 10 tabletten oxycodon ingenomen. Even kijken waar. Ach. Ja, het is op Noord sowieso. We gaan dus iemand ophalen. Huisarts is ter plaatse en die stuurt iemand in naar het ziekenhuis, Friedland ziekenhuis in dit geval. Iemand die heeft te veel tabletten ingenomen, oxycodon. Ik zie het erbij staan als tentamen suïcide. Dus ja, sowieso vanwege de medicijnen moet die persoon mee. En daarnaast ook voor de psychische hulp die daarna komt. Maar het is geen spoedrit, we gaan er gewoon op het gemak naartoe. Ja, toch komen we dat met de regelmaat tegen mensen die wat te veel innemen. En de vraag is van waarom? Wat is er verder aan de hand? Het is altijd eigenlijk triest. Ja. Zo simpel is het wel. Ik zie ineens trekken. Hallo. Goedemorgen. Ik ben de huisarts en dit is mevrouw. Heel erg zenuwachtig. Hallo. Ja. Men heeft om 8 uur vanochtend 10 van deze tabletten genomen. Oxycodon 20 milligram gereguleerd. Ja. Met het doel om te slapen en niet meer wakker te worden. Ach. Dus die slaat zijn wel heel erg gespannen en angstig. Deze dame, ja. Psychisch. Problemen? Ja, die dame die stond al langer onder behandeling, ook bij de Antis, vanwege wat psychische problematiek. Vanochtend dus inderdaad vanwege die psychische problematiek iets te veel medicijnen ingenomen.
En kun je dan iets doen? Het ligt er een beetje aan waar hebben ze te veel van ingenomen. Van welk medicijn of hebben ze bepaalde andere middelen ingenomen. Afhankelijk van het middel, ja, moeten we wel bepalen van ja, kunnen we symptomen bestrijden. Maar in dit geval, ja, ze was wakker. Hè, we kunnen sufheid verwachten onder andere bij dit medicijn. Maar ze was nog goed aanspreekbaar, ze liep rond, de getalletjes waren goed. Dus daar kozen ze er in dit geval voor om er gewoon maar voorzichtig mee te nemen. Want ja, ze wilde eigenlijk niet, ze was wat angstig. Kijk, ze moet mee in de zin van, ze wordt niet verwacht. Geen keus erin. Nee. En je wil er ook niet bij kop en kont pakken en van je moet mee, dat werkt alleen maar tegen. En je ziet het, ze wil niet mee, ze moet nog dit, ze moet dat, maar ondertussen trek je de jas aan. Nou, en dan heeft ze een beetje weerstand met de schoenen. Uiteindelijk heeft ze de schoenen aan en eigenlijk ben je dan ook wel weer onderaan de streep best wel weer snel beneden. Ja. Zullen we de mooie zwarte lange jas aan doen? U mag van mij. Oh, je had het net. Kom, we trekken de jas aan en we gaan lekker op pad. En dan zijn met een paar minuten zijn we in het ziekenhuis. Meld Carbo Ambulance Zorgen, dit is het adres van het noodgeval. Kun je ons even meenemen in wat je deed? Er wordt gebeld. Dan vragen wij eerst het adres. Waar is het noodgeval? Het adres moet 2 keer bevestigd worden. Vervolgens vragen we het telefoonnummer. En dan zet ik hem eigenlijk door middel van GDIA in de bak. Wel, op dat moment krijg ik hem al binnen. Dus eigenlijk gaat die ambulance, als ze gelijk het adres door even, met 20 seconden rijden. Dus dan heb je heel veel winst behaald. Die ambulance weet nog niet op dat moment wat hij gaat doen. Daarom is het belangrijk dat ik meekijk wie heeft welke melding, meeleest. En komt er een opschaling die dusdanig belangrijk is, geeft zij ook een seintje van joh, zoals net gebeurde, het is daadwerkelijk een reanimatie of het is een groot ongeval. En dan weet ik weer wat ik moet sturen. Maar dan rijdt de eerste ambulance al onderweg, die heeft heel veel tijdswinst. We hebben er vaak gezien dat Tom en Jeffrey al een melding hadden, maar eigenlijk ook nog niet wisten wat er aan de hand was. Dat is de DIA, direct inzet ambulance. Zeg mij precies wat er gebeurd is. Dan komt er ook iets heel belangrijks, want dan ga je eigenlijk het gesprek aan. Ik werk via het protocol. Mijn eerste vraag is zeg mij precies wat er is gebeurd. En daar is het eigenlijk de bedoeling dat de melder zo duidelijk mogelijk aangeeft wat het noodgeval is. En aan de hand van wat daar wordt gezegd, kies ik welk protocol ik inga. Ik volg letterlijk stappen. En bij vraag 5 kies ik welk protocol het is. En aan de hand van de klacht komen de vragen bij het protocol, passend bij het protocol. Jullie hebben allemaal een mooie ambulanceuniform aan. Kunnen jullie zelf ook zo op de ambulance stappen of hoe moet ik dat zien? Ja, ik niet, want ik ben niet verpleegkundig door de pilot. En Arie is dan wel ambulancechauffeur. Ik heb eigenlijk een duo-baan, dus ik zit de helft van de tijd op de meldkamer. De andere helft zit ik op de ambulance. Dus dat helpt natuurlijk enorm hier. Je hebt je regiokennis, je kent de collega's, je kent de processen. En daarnaast doe ik dan nog mijn overdrijffunctie. Ja, en dan doe je hetzelfde werk als Tom doet? Ja, alleen Tom is ambulanceverpleegkundige. Ja. En ik ben chauffeur, dat is Jeffrey. Okay. Dus wij rijden samen, regelmatig ook samen als koppel. Oh, precies. Ja. En is die anders als er geen camera's bij zijn, Tom? Of is die hetzelfde? Nee, Tom is wel Tom. Ik heb hem al ontkoppeld nu direct. Even kijken welke kant we op moeten. Weer precies dezelfde kant als net. Nou, mevrouw gaat achteruit, benauwd, minder kracht. Al een aantal keer gevallen. Dus die is ook weer gezien door een waarschijnlijk de huisarts. En die moeten we weer thuis ophalen en brengen naar het Vlietland. Gaat zien, is maar even kijken. Ja, ga maar. Hey, we hebben. Kijk. Oh. Je kan wel even WD-4 zetten. Oh my god. Gaat jij dat? Zal ik alvast dan naar de patiënt gaan zo? Nee, die NSCO heeft even geholpen. Even geholpen waren niet dat we inderdaad op een gegeven moment bij een oude fietsenmaker kwamen en er eigenlijk gewoon WD-40 op de grond lag. Dus ja, toen konden we ook de ambulance helpen. Ja. En uiteraard was natuurlijk al de verwachting en jij liep door. Het is niet dat we de WD-40 voor de patiënt Nee, precies. Dit kon. Het kon. Ja, perfect. Ja, ook. Kijk, hij piept niet meer, hè? Hij piept niet meer. Goed, hè? Dag mevrouw, ik ben Tom. Maar de huisarts is bij u geweest omdat het eigenlijk niet meer zo goed gaat met u. Nee, ze is net geweest. Ja, precies. En al een paar dagen loopt u te tobben. Ja. Maar u bent gisteren gevallen en hoe kwam dat dan?
Ja, dat weet ik niet. Oh, meerdere keren. En dat naar rechts hangen? Soms staat ze gewoon staat je aan te staren van, het is er gewoon helemaal niet meer bij. Nee, precies. Wat we gaan doen, ik help even mijn collega met het bedje. Dan gaan we op de brancard. Dan gaan we in de auto nog even wat controles doen. En dan gaan we naar het Vlietland volgens mij, hè? Ja, nee, precies. Ik ga achteruit, want het is een steil heuveltje. Oké. Mijn schoen. Je schoen? Oh, we verliezen de schoen. Ja. Oh nee. Zo. Hij past. Nou. Het zijn geen glazen muiltjes, maar... Doe het even een beetje zo. Nou ja, deze dame die wordt door de huisarts ingestuurd. Dat gaat eigenlijk niet zo heel erg goed met mevrouw. Nou, we zien inderdaad dat ze toch wel wat... met de longen wat moeite heeft. Dus daarvoor hebben we toch wat medicijnen gegeven in de hoop dat ze daarmee wat makkelijker kan ademen. En voor de rest doen we niet zo heel veel. Het is echt gewoon meenemen voor een verdere beoordeling in het ziekenhuis. Maar even een kleine omweg maken. Ik reed verkeerd. Ik moest ergens, zeg maar, om rechtdoor. Maar ik moest een klein naar links en dan reed ik omhoog rechtdoor. En nu reed ik parallel rechtdoor naar beneden. Oh, maar kort samengevat, je reed gewoon verkeerd? Ja. Ja, oké. Okay. Nee, prima. Staat dat er ook op? Dat staat nu op band. Oh, dat is wel heel... Hij moet gaan. Zo. Als je erdoor kan kijken, netjes. Kan je er doorheen, heb ik geleerd. Ja, dat is waar. Want je ziet, dat daar pas je tussen. We hebben twee meldingen gezien. Eén is een reanimatie, dat is heftig. Heb je ook wel eens dingen waarvan je denkt van, waarom bel je? Ja, het kan, de ene melding kan een reanimatie zijn. En de melding daarna kan iemand zijn die bijvoorbeeld prima door een huisarts gezien had kunnen worden. Alleen die of de wachtrijen te lang vindt of niet de goede weg kan vinden naar de juiste hulp. Wordt er ook wel eens naar 112 gebeld voor dingen dat je echt denkt van, dit kan eigenlijk gewoon niet, dit is gewoon onverantwoordelijk? Ja, je hebt natuurlijk, kijk, als je hier in positie zit, kan je er een boek over schrijven waarvoor. Aan de andere kant, weet je, mensen hebben in hun geval, dat denk ik, zo'n zorgvraag. Dus ja, daar moet je ook wel weer professioneel mee omgaan. Ja, je denkt heus wel eens van, hé, wat is dit voor flauwekul? Maar goed, mensen die thuis zijn en in paniek zijn, zien dat anders. En die bellen 112 en je moet er iets mee. En daarvoor hebben we zo'n systeem van, is het een inzet voor de ambulance of is het een... inzet voor de huisarts. Dan verbinden we ze door met de huisarts. Of is het een loze rit of moeten we hem doorgeven aan de collega's van de politie of van de brandweer. Het is niet zo dat we dan de verbinding verbreken. We gaan altijd naar een oplossing zoeken. Maar het is wel belangrijk dat mensen even een seconde nadenken voor ze naar 112 bellen, denk ik. Ik denk dat dat wel prachtig is als we daar landelijk een actie van maken. Waar is nou 112 voor? En zeker omdat het zonde is als wij lang aan de telefoon zijn met iemand die prima door een huisarts geholpen had kunnen worden. En een mevrouw die gereanimeerd moet worden, die wacht op een lijntje van ons. Ja. Nu wordt het wat drukker, maar regelmatig in de avonddiensten, ja, dat kan s'nachts ook zo zijn, heb je niet eens tijd om te eten. Ja. Goed, het is een prachtige job, dus. Ja, jij doet het allebei. Je bent en chauffeur en je zit hier. Waarom in die meldkamer? Wat is er aantrekkelijk aan het werk hier? Nou, ik denk, ja, weet je, ik zit al een poosje op de auto en die meldkamer, daar heb je heel veel mee te maken. Alleen binnen zitten. Ik ben wel echt de straat hier, dat wil ik niet, maar ik vond het een mooie aanvulling op mijn vak. En ook een mooie tweede taak. En je voelt dat je als centralist, zeker ambulancechauffeur, echt wel van meerwaarde kan zijn achter de knoppen. Ook voor de collega's, omdat je weet wat er speelt op straat, weet hoe het werkt. Dus het is een win-win situatie. We zijn onderweg naar een meneer die heeft sinds gisteravond pijn op de borst. Die is daarmee naar de huisarts gegaan. De huisarts kijkt hem na en zoals wij ook bij patiënten komen met pijn op de borst, kunnen we niet alles uitsluiten. Dus moet meneer weer naar het ziekenhuis vervoerd worden voor weer voor bloedprikken en bloedonderzoek. Oh. Wil je de koffer of tasje? Ja, het tasje maar. Er zit aspergiek in. Daarop, binnen zat. Omhoog moeten. Naar boven denk ik. Is het thuis? Of... Als je eerlijk bent, dit zijn ritten die je hebt. Er zit geen enorme spoed op. Nee. Je hebt reanimaties van jonge mensen. Er zit gigantische spoed op. Heb je nou voorkeur als chauffeur of als verpleegkundige voor bepaalde casussen? Of is het jullie om het even? Ik ben wel blij met de afwisseling. Ik denk dat als je alleen maar alle ellende ziet, van steekwonden, schotwonden, reanimaties en noem maar op.
Nee, het lijkt me niet gezond. Aan de andere kant, als je ook weer alleen maar voor ons alleen maar de vervoertjes doet, hè, de overplaatsingen, dat is voor, ja, weet je, daar zien wij ook niet de uit aan. We hebben wel geleerd om hoogcomplexe zorg te leveren. Ja, precies. En dat is inderdaad, dat hoeft echt niet elke dag. Ja, je weet gewoon 's ochtends niet wat je gaat doen. En zo heb je inderdaad een paar weken dat het gewoon heel rustig is. En dan ineens heb je weer een dag dat je van alles en nog wat hebt. Hè, op het moment dat, dat we een rit hebben die complex is, hè, dan kunnen we wel het verschil maken. Ja, natuurlijk vind ik dat fantastisch om die zorg dan te leveren. Dat je echt iemands leven misschien wel aan het redden bent. Dat gebeurt soms. Nou, ja, uiteindelijk doe je het daar wel voor en daar krijg je ook wel weer een energieboost van. Ja, moeten we niet eens op de bankaar liggen? Nee, durft wel. Wij zijn we 6, zei u, hè? Mm-hmm. Oké. Okay. 5, 6. 5, 6, heel goed. Heel smerig. Ja. Ja, een beetje hoofdpijn krijg je ervan. Nou, neem plaats. Schoenen mag je aanhouden. Ik heb dat laken over mijn kop heen aan. Weet je, hij wil het best doen hoor, maar dat ziet er nog gekker uit. Ja, gooi ik zo in de prullenbak. Alcoholdoekjes hebben we al gezien en nu zag ik een pufje onder de tong. Ja. Wat is dat? Nitroglycerine, heb ik ook eigenlijk altijd wel bij me. Ja, dat hebben heel veel mensen die bekend zijn met problemen van het hart. Nitroglycerine. En dat is een medicijn wat eigenlijk ervoor zorgt dat, ja, even een beetje in Jippie-Janneke-taal, dat het hart wat ontlast wordt. Gooit de vaten een beetje open. Dus het hart kan het wat makkelijker uitpompen. En bij mensen waarbij de hartspier het gewoon moeilijk heeft, om wat voor problemen dan ook, dan oorzaken dan ook, ja, geeft daarmee pijnstilling. Ja. Het hart wordt minder zwaar belast. Bakje koffie, handjes in de zak. Maatstaf. Ja, reclame, sluitreclame voor het maatstaf, ja. Nou, even ontspannen ook belangrijk. Ja. Bakje erbij. Pak als je kan pakken, ja precies. Nou, het is pas de tweede vandaag. Koffie? Ja. Ja. We zijn toch wel druk. Jullie hebben net een dame afgeleverd bij de hartbewaking. Wat was er allemaal aan de hand? Ja, die dame die had dan, ze is gisteravond last van druk op de borst, pijn op de borst. En die had het zoiets van, nou, ik ga er toch maar weer naar de huisarts, weekend komt eraan. En op basis van de klachten besloot de huisarts om haar in te sturen voor verdere diagnostiek. Nou goed, die dame die had op zich al een hartfilmpje gemaakt. Daar zagen we verder geen afwijking op. Maar zij gaf toch behoorlijke druk op de borst aan. En dan geven wij, kunnen dan medicijnen geven om te kijken of die pijn wat verzakt. Nou, op basis van die pufjes onder de tong, ja, gaf zij echt duidelijk aan van, joh, die druk die wordt minder. En hey, Jeffrey, jij ging vol gas vanaf bril. Ja, het was... OGS, wat hoorde ik nou? Ja, OGS, dat was optische geluidssignalen. Dus eigenlijk gewoon het zwaailicht en sirene. De huisarts had ons natuurlijk zonder spoed gevraagd, dus in principe waren geen ECG-afwijkingen. Maar we moesten natuurlijk best wel een afstand overbruggen en ze wordt toch ingestuurd op verdenking van misschien wel problemen bij het hart. En dat stond echt wel knijtervast, dus dan maken we toch de keuze in belang van de patiënt om met spoed naar het ziekenhuis te gaan. Omdat we ook niet met een patiënt in de file willen staan die misschien beter af is, of die sowieso beter af is in een ziekenhuis. Ja. Maar je rijdt er 150, 160 over iets sneller. Ja, 140. Nee, ik zag 150. Misschien iets harder. Ja. Nee, 40 kilometer boven de toegestaande snelheid. Als het maar veilig gebeurt. Goeie toevoeging. De steekpartij in de McDonald's. Ik ga nu sturen. Ga je erheen? Het is over de G. Nee, andere over de G. Kun je ons meenemen in alle systemen die je op je schermen hebt? Ja, te beginnen met mijn citygids. Dit is het centrum van Rotterdam. Ik heb er allemaal eenheden die rijdend zijn. Nou, je ziet allerlei verschillende kleuren. We hebben kleurcodes. Een grijze ambulance is inzetbaar. Een rode is A1 vervoer aan doen. Een blauwe A2. En een groene is een niet-urgente rit, een B-rit aan doen. Hier heb ik alle lopende ritten. Ja, dus zonder de grijze eigenlijk. Ja, en dit zijn de ritten die nog uitgegeven moeten worden. Een groene is ook weer niet-urgent, vandaar dat er meer zijn. Dit zijn de spoedritten die uit moeten geven. Het is op dit moment erg druk. We zitten, zoals ik net gebeurd, met een reanimatie. Er is nu een steekpartij in een McDonald's. Dan mijn volgende pagina. Dan kan ik alle koppelingen maken. Dat de eenheden onderling met elkaar kunnen spreken. Nou, nu gaat er een MMT, dus een traumahelikopter, naar een steekpartij, een ambulance, een offensieve dienst. Er wordt ook weer een groep voor gemaakt. Ja. En die zitten dan bij elkaar op een porto? Ja, een spoedtransport kan ik de politie erin koppeling zetten, reddingsbrigade, KNRM. Dan heb ik hier een klein kaartje van mijn regio. En ik kan keurig in de gaten houden hoe mijn postdekking is. Dus rood is niet bezet. Ik heb nu bericht dat ze aan het reanimeren zijn. En blauw is bezet. Gaat de MMT om het strand liggen? Is er een over de G gekoppeld, jongens?
Is er een over de regen gekoppeld traumatische rea met de steekpartij? Want anders ga ik vast rijden. Dan koppel je me, want die zie je natuurlijk om de hoek. Ik bel wel even MT Amsterdam. Hoi Linda met Arie, meldkamer Rotterdam. Heb jij het MMT beschikbaar voor een traumatische reanimatie steekpartij? Ja, er komt hulp naar je toe. Ik heb nog geen MMT. Amsterdam gaat vliegen. Ja, korte lijnbaan, steekpartij. Ik moet daar even heen, jongens. Mag ik mee, Arie? Wat je even moet doen, jij. Ja? We gaan natuurlijk echt naar een traumatische reanimatie steekpartij. Hou even afstand, want het is niet zo'n prettig gezicht. Nee, logisch. Is het eigenlijk gebruikelijk dat jij zomaar meegaat? Nee, normaal gaan wij niet mee. Blijven wij op de meldkamer. Alleen Arie zat nu in dubbelfunctie, dus hij was niet werkzaam als centralist, maar had extra zat hij erbij. En hij had eigenlijk zijn hoofdfunctie was nu over de G. Dus daar moest hij opgepiept, ging hij mee. En omdat ik extra was, was het een kans om mee te gaan. Dus ben ik meegegaan. Kijk uit voor je. Ja. Hey. Ja. Ik doe al 25 jaar hier een beetje cruisen. Weet je dat ik te plaatsen ben? Nu doe ik dus ook mijn status, hè? Arie, zo zit je op de centrale en zo sta je midden op straat. Ja, klopt. Incident op de korte lijnbaan, zoals jullie meegekregen hebben, steekincident met veel impact. Kritische situatie. Jullie gaan allemaal op transport, hè, met elkaar. 8-11. We gaan de patiënt nu naar de ambu brengen. Gaan we al reanimerend naar het EMC. Dus we gaan niet wachten op het MMT. Ik ga het hier even het een en ander opstarten aan nazorg met politie delen. Maar de 27 gaat al reanimerend naar het EMC. En kom zo bij je terug met de verdere info. Ja, kom maar. De 27 en de 26 en de 350 gaan richting het EMC. Iemands vinger. Ja joh. Even een pion. Ja. Ik ga niet primair voor de patiënt mee, maar wel voor een stuk nazorg, communicatie, coördinatie. Peter, voor jouw beeldvorming, er is hier veel emotie, onrust. Dan ga ik even oppakken, kijken wat we daarvoor moeten opstarten. Ja. Heb je een telefoon bij je? Ik heb een eigen telefoon. Ja. Mijn telefoon dan naar boven. Nee, ja, zeg maar. Ik ga zo naar het EMC bellen en dan ga ik even vragen of hij ook een vinger mist. Ja, dat is even cruciaal nu. Ja, oké. Okay. Ik heb een meisje van 8, die heeft om de hoek, die heeft alles gezien. 2200, ook gebeurd. Ik zie hem om de hoek, misschien doen jullie ook even. Ja. Okay. Zoals je net waarschijnlijk gezien hebt, heb ik even een multi-overleg gehad met politie. En als er meer partijen bij betrokken zijn over DBZ, of civiel dienst bevolkingszorg vanuit de gemeente, of de brandweer, in dit geval geen brandweer, maar... Dan gaan we daar een plan van aanpak mee maken en dan gaan we kijken waar we elkaar kunnen ondersteunen om ons plaatje rond kunnen krijgen. Ja, het is buiten, het is kennelijk daar gebeurd en hij is naar binnen gevlucht. Ja, al het publiek daar en zo en het was echt flink mes. Ja. Dus het is veel mensen die een traumaatje hebben opgelopen. Want de politie heeft ook met slachtoffer te maken, die moet ook naar een ziekenhuis, moet gegevens hebben. Maar daar heb je Tom, dat is gelukkig, die komt even mijn telefoon brengen. 8-11. Ik ga hier, ik heb al overleg gehad, waarschijnlijk PSH opstarten en heel veel mensen. Er zijn al wat mensen weggebracht, maar een hele grote groep mensen die dit allemaal gezien hebben. Dus ik ben hier blijf nog even te plaatsen en ga dan in ieder geval me bezighouden met de nazorg. Dus ja, we zijn hier nog wel even bezig. Ja, oké, nou succes nog even dan. Ja, dankjewel. Oké, ik neem de dienst over. Tom. Iemand met een verdenking van een beroerte. Die kan zijn ene arm niet goed optillen nu. Dus vandaar dat wij nu met spoed worden gevraagd. Omdat ze denken, precies met A1. Omdat ze verdenken van een beroerte. Dus dan willen ze zo snel mogelijk dat de patiënt medicijnen krijgt in het ziekenhuis. 58 jaar, dus nog een jong ook. Dus... Ja, we zijn er. Dank u. Small. Zal het weer niet helemaal boven? Nee, dat kan niet. Goeiedag. Goedemiddag. Ik ben Tom. Hallo. Dag mevrouw. Vertel. Waarom zijn we hier? Wie kan wat vertellen? Oh. Nou, ik kan
Hallo, niet goed. Nee, we gaan even kijken. Oké, en wat is niet goed? De linkerarm die doet het niet, ja. Dus ik kan dit niet doen. Gecheckt. Ja, oké. En dat is nu net begonnen. Ze zijn op mijn mond. Ze zijn op mijn mond open. Mevrouw, pak... Oh. Ik doe heel even los. Pak mijn vingers eens vast. Pak eens vast. Nee, die het dan, hè. Dus knijpen, 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 knijpen. Ik ga hem even, lees je meer dan mag. Knijpen is. Kan niet. Ja, maar met deze doet het ook niet. Ja, doe deze eens. Nee. Lukt niet. Oké, oké. Kan niet. Ik ga wel een naaldje zetten en dan mee. CO2 viel wel mee. Ja, nee, dit is echt wel een Parijs hoor. Ja. Je zag het gelijk links hangen, maar ze beweegt het echt niet. Kom maar, kom eens een beetje overeind. 1, 2. Ja. Voet rechtop staan. Even acclimatiseren, rechtop staan. En het dus door weer, rechtop. Oh. Gaat goed? Oké. Ja. Ja, gaan we naar buiten. Staan uw slippers hier? Zijn die witte van u? Nee, ik zit hier op de dak. Oké. Maar zoals zij nu loopt, loopt zij anders dan normaal? Ja, nou, zij loopt zo. Loopt ze niet. Zo loopt ze normaal niet. Nee, oké. Okay. We zijn er. Goedenavond, of ja, middag. Ja, net nog 10 minuutjes, hè, middag. Kom, gaan we daar even plaatsnemen, mevrouw? Ja. Laatste? Dit was er, ik weet niet eens hoe laat het is. Ja, het is al tijd. Ja. Dus we zijn weer klaar. Weer klaar. Overwerk. Ja. Ja. Hoe was deze dag als je het zou moeten samenvatten in woorden? Ja, het was weer heel divers. Ja, dat is waar. Je vindt het altijd lastig. Ik moet altijd nadenken, wat hebben we allemaal gedaan? Ja, we hebben niet stilgezeten. We hebben, ja, weet je, we hebben mensen meegenomen, we hebben mensen thuis gelaten, we hebben geplande ritten gedaan. Ja. Ja. Een diverse gemiddelde dag bij ons. Voel je het in je benen? Ik wel namelijk. Oh echt? Nee. Dan ben je niks gewend. Mooi eindje dit. Volgende week in Ambu 146. Maar dan ga je even meenemen, het zou zomaar de blinde darm kunnen zijn. Doe even wat strakker hoor, want hij... Ja, sorry. Ja. Plek waar ze dakloos hadden ontvangen, sluiten ze. Ik heb geld nodig. Ik heb wel een broodje kaas voor hem. De kans is groot dat het hierboven gebroken is. Oh nee. Nee, dat geeft niet, joh. Los ik zo meteen op. Dit is denk ik de eerste keer dat ik echt iemand meemaak die dan doof is. Gaat ze even pompen, ja? Ja, dat hoort hij ook niet. Pompen.